het nieuwe jaar 2022 alsnog vanuit het team van In Gesprek met een fantastisch en voorspoedig 2022. En welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek met. U weet dat wij in dit programma u graag wat achtergrondinformatie geven over eigenlijk alledaagse onderwerpen. En vandaag zijn we gekomen naar Lelydorp en we gaan praten over kunst. Want we zijn op bezoek bij Marcel Pinas, die ons veel meer gaat vertellen over zijn exposities in Nederland en in Duitsland. Kunstenaar Marcel Pinas, we zijn op bezoek thuis waar je vaak schildert en niet zomaar. Want je bent uitgenodigd om in Nederland en in Duitsland te gaan exposeren. Kun je ons daar meer over vertellen? Ja, dat klopt. Ik heb vanaf vorig jaar heb ik die uitnodiging gekregen om mee te doen aan twee tentoonstellingen. Eén in Nederland, Amersfoort. En één in Berlijn. Duitsland. En die voorbereiding 10 maanden. Maar het gaat totaal om 2 verschillende tentoonstellingen. Oké. Kun je ons vertellen wat je gaat tentoonstellen om te beginnen in Nederland? Dus in principe dat van Nederland is een tentoonstelling bij Kunsthal Kade, de Kunsthal Kade in Amersfoort. Met het museum ben ik al een jaar bezig om voor te bereiden. Want het gaat namelijk over het milieu. De titel van de tentoonstelling is Schurend Paradijs. Okay. Is geïnspireerd door bekende kunstenaar van Nederland, Piet Mondrian. Die een artsenparadijs wil creëren van hoe mensen met elkaar moeten leven. Maar dat was zijn missie ook. En dat heeft hij afgebeeld in verschillende ateliers van hem. En die curator heeft zich dan laten inspireren door het werk van Piet Mondrian. Dus dan heeft hij dan 10 kunstenaars geselecteerd uit Nederland, uit Duitsland, uit Amerika en ik ben uit Suriname. Heeft hij gevraagd om kunstwerk te maken, maar die kijkt ook naar waar jij je als kunstenaar bevindt en wat voor type werk je maakt. Ja. Dat ik me moest afbeelden wat er gebeurt in Suriname, in Marowijne, hoe ik het zie, wat er allemaal zich afspeelt met zeg maar, milieuvraagstuk. Mm-hmm. En dan krijg je een ruimte van 8 meter, 3,5 meter hoog. En dan moet ik me daar gaan uitleven. Yeah. En dat vind ik belangrijk. Maar als je zegt schurend paradijs, waar moet ik dan aan denken? Wat heb je dan gemaakt? Wat heb je gecreëerd? Eigenlijk, zoals je weet, ik ben al een tijdje bezig met problemen van het binnenland. Ja. De culturen daar worden bedreigd, mensen worden bedreigd, het leven daar wordt bedreigd. Weet je dat ik me daar op verschillende manieren uit. In principe had ik eerst een ander idee, maar op een gegeven moment, ik wou werken met water, maar dat kon niet in het museum, dus ik moest met een andere plan. En dat heeft weer ongeveer iets van 4 maanden geduurd voordat je weer met iets anders komt. Ja. Weet je, maar dat gaat niet 1, 2, 3. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik toch bedacht dat ik een installatie ga maken met schedels. En die schedels zijn allemaal schedels gegoten uit rest aluminium, dus motorblokken, velgen, afvalmateriaal. Dus daar heb ik dan samengewerkt met die mannen die in Wegnaar zijn die potten maken. Dus dan, meestal zo doe ik mijn werk. En dan
zij hebben onderdeel daarvan gemaakt. En dan werk ik met houtsnijwerkers die houtsnijwerksymbolen voor me uitsnijden. Dus dat is ook een onderdeel van. En dan heb ik zelf ook zand gaan halen bij Nieuw Koffiekamp. Zand die ze hebben weggehaald om goud te zoeken. Ongeveer 1 kubieke meter zand hebben we dan laten verschepen dus naar Nederland. Ja, want het gevoel, dus wanneer je daar aankomt, moet het geen jokken zijn. Het moet echte zijn. Het is zand dat men heeft weggehaald om goud te zoeken. Ja. Dus er kunnen mogelijk goudresten daarin zitten. En dat heb ik laten verschepen naar Nederland. Dus met dit allemaal, dan maak ik dan een heel interessant kunstwerk. En wat er ook nog bij komt kijken is zeg maar, ik kan me herinneren, volgens mij 3-4 aantal jaren geleden was er ook zo'n probleem bij IAMGOLD, dat de security daar een goudzoeker hadden vermoord. Weet je, en toen hadden we, was er een soort hype, hadden we toen filmpjes laten maken van Milibiwati Morogo to I am more than gold. Weet je, en dat komt ook als een onderdeel, een video onderdeel van de grote installatie. Interesting. En wat wordt het in Berlijn? Zeg maar in Berlijn, de titel van die tentoonstelling is God's in Places, Moving in Places. Zeg maar, het is ook een interessant verhaal. Is een kunstenaar die ik heb ontmoet 15 jaar geleden. Dus hij volgt mijn werk al 15 jaar geleden. En ze hebben hem gevraagd om een tentoonstelling samen te stellen in Berlijn, in een galerie, IFA Galerie. En dus hij zegt dat hem heeft geïnspireerd. Wat hij in die 15 jaar heeft gezien, wat ik allemaal heb gemaakt, dat hij mij heeft benaderd om mee te doen. En dat samen met, ik denk nog 6 andere kunstenaars uit Guyana Shields. Dus uit Frans Guyana, uit British Guyana en uit Suriname. En hij geeft ook aan van, weet je, de roots van de Guyana. De marron is dominant, dus marron kan niet missen. En dat is wel heel belangrijk om aan te geven dat hoe je draait of keert, dat de cultuur van ons heel belangrijk is, dat het een toegevoegde waarde is aan wat er allemaal is in de wereld. En hij gaat weer voor zeg maar het Afakaskrif symbols, unieke symbolen die worden gebruikt. En dan er komen dan 2 werken daar te staan. Eén is een lange wall met die Afaka-tekens. Dat ik me laat uitleven met duizenden Afaka-tekens. Mm-hmm. In principe gaan we vanuit die 28.500. Weet je, dus altijd dat is een 1/10 van het aantal slaven die. Begrijp je? Ja. Dat we daarmee gaan werken en daarna 3 dimensionele Afaka-tekens die we op andere manier hebben uitgewerkt. En dan gaan we die 2 werken presenteren. Oké, het valt me op, Marcel, ook als ik denk aan de tentoonstelling die je het vorig jaar hebt gedaan in Nederland. Vorig jaar was je in Nederland op 2 plekken ook. En dan valt het me op dat je thema's vaak met het milieu te maken hebben. Is dat nu wat jou interesseert? In principe, weet je wat er is gebeurd? Dus mijn werk gaat over. Mijn werk is in principe de voice van de community. Wat er speelt in de gemeenschap. Hoe ik het zie. Hoe we worden bedreigd. En zeg maar, milieu is een heel belangrijke. Dat is de environment waarin we moeten wonen. We moeten het water drinken, medicijnen. We leven van die vissen. Weet je, dat is heel belangrijk. En als
God, de, hoe zeg je, het zoeken naar goud, naar mineralen of houtblokken, weet je, dat, als dat een bedreiging vormt voor ons, weet je, dan is het wel goed als je dan je stem laat horen door middel van een kunstwerk. Dat je mensen bewust maakt van, hé, dit is wat er speelt. Hé, we moeten beter gaan letten. En daarna, dat is voor de beleidsmaker, voor de wereld. Maar daarna moet je ook die mensen ook zelf bewust gaan maken van, weet je, je hebt recht erop. Want het komt vaak voor dat mensen niet eens weten dat ze recht hebben op. Ja. Weet je, dus die bewustwording. Ja. Dus vandaar dat ik, is niet nu, is al jaren ben ik met het thema bezig. Ja. Dus, en als een curator iets gaat doen, dan meestal gaan ze zoeken van, wie is al bezig met zo'n soortgelijke thema? En dan meestal word je gevraagd om dan in te spelen. En dan toch vraag ik me af, want je staat echt letterlijk bijna over de hele wereld. Soms sta ik versteld van de landen waar je exposeert. Hoe reageren de mensen? Hoe reageren de bezoekers op je exposities? Dus in eerste instantie, wanneer ze komen, weet je, ze schrikken van wat ze zien. Want het is een beeldtaal die ze... ze kennen het niet. Maar ik presenteer het op een zodanig manier dat het hun raakt. Dat het hun interesse, weet je, dat ze geïnteresseerd raken om verder meer te weten erover. En dat is belangrijk, want in principe bij kunst gaat het om scheppend bezig te zijn. Nieuwe dingen. En dat moet je durven. En als je goed nagaat, als je kijkt naar ons cultureel erfgoed, dan hebben we zoveel dat we kunnen presenteren, dat we mensen laten fronsen. Weet je, we hebben zoveel. En dat doe ik. En dan wordt het verhaal verteld. En mensen aan het denken gezet. Ja, mensen aan het denken gezet. Ja. Weet je, en dan ontstaan er meer dingen. Want daar raken mensen geïnteresseerd. Mm-hmm. Dan willen mensen komen kijken waar je met het idee vandaan komt. En dat is weer een stukje ontwikkeling. Sowieso. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de grote Suriname tentoonstelling die in Amsterdam was. Ik weet dat heel veel mensen die... Toen had je een werkstuk aan een tafel. Misschien kan je het gewoon zelf uitleggen. Ja, toen had ik die Moiwana Tafa gemaakt. Dat was een heel lange tafel. Met 38 stoelen, 38 borden. In principe is het verhaal van Moiwana dat ik daarmee probeer te vertellen. Maar dat is het meest vertelde verhaal volgens mij van de tentoonstelling. Ja, dat was het, interessantste installatie. En is dat je doel met je exposities? Dat om mensen schokkeren, te shocken, te triggeren? Want je komt wel steeds uit een bepaalde bocht waarvan we denken van wow. Ja, dus ik probeer mensen te shocken. Ik probeer mensen te verrassen met het beeld. Want weet je wat er gebeurt? Soms beseffen we niet dat wat we hebben heel veel kracht heeft. Want we hebben altijd geleerd van, we moeten opkijken naar het Westen. Mm-hmm. Maar we kunnen ook opkijken naar onze eigen mensen, naar onze eigen cultuur. Yeah. Want hoe je draait of keert, als je het goed presenteert, weet je, dan is het een toegevoegde waarde. Maar het Westen is altijd slim geweest. Yeah. Ze hebben altijd ons afhankelijk gemaakt van hun, dus dat wij afhankelijk moeten ze een van hun. En dat doen ze bewust. Ja. Inderdaad, ons het idee gegeven dat wij afhankelijk zijn van hun en zonder hun niks kunnen doen. Integendeel. Maar het valt me ook op, Marcel, dat je wel steeds gehaald wordt naar het buitenland. Ja, in principe dat klopt. Dat geeft ook aan hoe belangrijk het is. En je kiest ervoor om hier te blijven? Ja, omdat, weet je, ik vind het heel belangrijk dat ik hier blijf in Suriname mijn krachten geef, want eigenlijk op zo'n manier help je ook om je eigen gebied te ontwikkelen. Help je ook je gebied op de kaart te zetten. Help je ook om aandacht te vragen voor het probleem. Want meestal is het ook zo dat die mensen die worden getroffen door alle soorten situatie niet in staat zijn om op te komen voor hunzelf. Weet je, en daarom blijf je om die ondersteuning te geven. Want als je er niet bent,
Weet je, dan vind ik het zonde dat ja, zoveel jongeren er zijn die je zou kunnen prikkelen, die je zou kunnen triggeren. Weet je, hoe je draait of keert, je moet je bijdrage leveren. Maar hoe komt het dat je zoveel uitnodigingen krijgt? Eigenlijk omdat datgene wat we doen bijzonder is. Het is heel belangrijk. En dat probeer ik ook mensen bewust te maken van, het maakt niet uit waar je bent. Het feit dat je iets goed neerzet, weet je, kijken mensen al. Want soms, ik ben helemaal in Mungo, dan word je gebeld of dan krijg je een brief van een museum of van een galerie of van een curator. Dus in principe, het maakt niet uit waar je bent, is wat je doet. Yeah. En dat geeft ook aan dat we hebben, wat we hebben in Suriname, zo belangrijk is. Dat we dat moeten gaan koesteren, dat we dat moeten gaan behouden, mm-hmm. dat we dat moeten gaan, dat we iets meer eruit moeten halen om inkomsten te genereren voor ons. Want hoe je draait of keert, het gaat daarom. Soms staan we er niet bij stil dat we kunst en cultuur kunnen exporteren. En dit is een manier van dat je de tentoonstelling daar gaat brengen. En het is nog duurzamer. Ja. Kunst en cultuur, dat gaat niet op. Bauxiet gaat op, goud gaat op. Weet je, dus het is nu tijd dat we meer gaan investeren in onze kunst en cultuur. En dat brengt mij automatisch op het volgende punt. Want ik denk dat vaak, niet alle ouders natuurlijk, maar als kinderen creatief zijn ingesteld, dat ouders zoiets hebben van, weet je, ga een richting op waarvan zeker is dat je geld kan gaan verdienen. Maar als we kijken naar jou als voorbeeld, als kunstenaar, kun je wel geld verdienen. Je kunt leven van kunst maken. Ja, in principe, ja. In principe, kijk, is alles wat je met passie doet, alles wat je met gevoel doet, dan kan je daarvan leven. Simpel voorbeeld, een tuinman. Als hij komt schoonmaken, weet je, met liefde zie je, je voelt het aan. Mm-hmm. Dan ga je die persoon weer vragen. Een loodgieter, een metselaar, het maakt niet uit. Maar ook als je kiest om kunst, om door het leven te gaan als kunstenaar of danser of muzikant, mm-hmm. je voelt het, weet je. En dan word je uitgenodigd, dan word je, begrijp je? Dus je moet je gewoon inzetten en liefde. Dus dat gaat men het voelen. Yeah. Oké, okay, we gaan een beetje afsluiten, maar ik wil toch nog het volgende. Jij bent eigenlijk de brenger van het Afakaschrift. Je werkt volgens mij elk kunstwerk, bijna, in elk kunstwerk met het Afakaschrift. Onlangs was ik zeer vereerd dat je mijn naam in Afakaschrift. En ieder die het ziet is raakt onder de indruk daarvan. De waardering voor datgene wat we hebben en de waardering voor iets als het Afakaschrift. Misschien moet je eerst vertellen wat het Afakaschrift is voor degene die dat niet weten. Maar hoe brengen we de waardering voor datgene wat van ons is, hoe brengen we dat naar boven? Hoe brengen we dat over op anderen? Dus kijk, wat ik heb geleerd is dat, weet je, hoe belangrijk is het eigene voor jou als mens? Is de manier hoe je daarmee omgaat. Een simpel voorbeeld is, toen ik bijvoorbeeld in Jamaica ging studeren, weet je, het moment dat ik van Jamaica ging naar Suriname, dan kocht ik bijna 15 cd's. Waarom? Overal waar je gaat hoor je reggae. Weet je, dus overal in de auto, hey, wie zingt hier? Oh, zo. Oh, dan ga ik die cd kopen. Weet je, want die Jamaicanen die zijn trots. Ja, ja. Op hun muzikanten. Weet je, in de jaren 90, 97, 99. Weet je, wij brachten bepaalde muzikanten naar daar. Dus bijvoorbeeld Lucky Dube of Engelstalig muziek, Amerika. Maar voor die Jamaicanen was het alleen maar reggae ska. Weet je, en dat is iets dat we daaraan kunnen leren. Zelf ook dingen om te eten, aki en salvage. Coconut water, weet je die typische Jamaicaanse gerechten. En dat heeft
mij eigenlijk getriggerd? Dus het eigene moet jij zelf hoog houden. Zodat wanneer anderen komen en zeggen van ze kunnen niet eromheen. Ja. Weet je, want het is een soort virus. Hoe zeg je? Het is geen virus. Het is een soort vibes, het is een soort energy. Dat wanneer je weggaat uit het land, dan zeg je van hé, ik moet die hoofdsnijwerk meenemen. Ik moet die jarrikepa meenemen. Ik moet die rotti dogs meenemen uit Suriname. Want dat leeft in Suriname. Maar is niet wanneer wij als Suriname zelf, weet je, geen waardering hebben voor het eigen. Soms, bijvoorbeeld, mensen komen naar Mungo en zeggen van, we willen iets origineels eten, weet je. Dan komen ze weer met patat of met bami. Zeg, nee, wat is origineel hier? Dat is afingi, daidomi, weet je. Dat willen mensen eten. En dat vergeten we soms. Ja. En wat is het Afaka-schrift? Het Afaka-schrift is een unieke schrift. Dat is ontwikkeld door meneer Afaka, begin van de 20e eeuw. Dus kijk, die man was zo slim dat hij een schrift heeft ontworpen om zijn medemens te leren schrijven, zodat andere mensen niet konden weten waarover ze sprak. Weet je, en dat is iets waar, weet je, waar ik trots op ben, dat iemand uit het binnenland van Suriname in staat is geweest om een eigen schrift te ontwikkelen. Dan zeg ik van wauw. Weet je, is het tegenovergestelde van wat we hebben geleerd op school. Mm. Oh, mensen in het binnenland, die zijn dom. Yeah. Is niet waar. Yeah. Wij leven gewoon met de natuur, wij leven met wat we hebben. Yeah. Weet je, en dat vind ik dat heel belangrijk om aandacht daarop te vestigen. Yeah. En dat nieuw leven in te blazen en mee te nemen in de hele ontwikkeling. En één, het maakt je uniek, want het Afaka-schrift komt nergens anders in de wereld voor. Weet je, en in de wereld, iedereen wil iets origineel. Iedereen wil iets uniek. En man, onze cultuur die leent zich daarvoor. We buiten het gewoon niet uit. Klopt. En dat probeer ik te triggeren. Soms vragen andere mensen van, maar waarom focus je op, zeg maar, Maron cultuur? Zeg van, weet je, vanaf ik ben begonnen, Maron zijn was een probleem. En doordat ik bezig ben met waardering voor het eigene, probeer je het probleemvraagstuk op te lossen. Mm-hmm. Weet je, maar in principe hou ik een spiegel voor anderen. Kijk naar jezelf, wie ben jij? Probeer dat te ontwikkelen en dat uit te dragen. En dat doe ik. En wanneer mensen zien van het wordt gewaardeerd in het buitenland, overal, dan gaan, weet je, ogen open zijn van wauw, dit is van ons. Ja. En het gaat helemaal naar Amerika, het gaat naar Frankrijk, het gaat naar Amsterdam. Dus het heeft iets. En soms gaat het 10 jaar, het gaat 20, het kan 40 jaar duren. Voordat, het weet je, dus komt, we geven niet op, we gaan gewoon door. Nee, dat absoluut niet. Marcelle, ik wil je bedanken voor dit gesprek. En je succes toewensen in Nederland en in Berlijn. Wanneer zijn de exposities precies? Die eerste tentoonstelling in Berlijn, die gaat open op 27 januari. En die van Amersfoort, Kunsthalgade, die gaat open op 4 februari. En daarna ben je weer terug in Suriname. Ja, en daarna ben ik weer terug om dan weer te werken. Gelukkig. Ik ben blij dat je in Suriname in ieder geval woont en werkt. En nogmaals, erg veel succes. Ja, graag gedaan. Dank je. En tot zover dan het gesprek dat wij hadden met Marcel Pinas over zijn exposities in Nederland en in Duitsland. U blijft kijken, want zo dadelijk het tweede gedeelte van In Gesprek Met. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel ga ik het hebben over de techniek en merendeels over het bouwen van website. En daarbij gaan we een gesprek hebben met de directeur en het team van BitDynamics die begin van deze maand hun 10-jarig bestaan hebben kunnen herdenken. Het is een jong en dynamisch bedrijf en daarvan gaat u heel veel meten over hoe
en wat u allemaal kunt doen om uw eigen website te kunnen bouwen. Kijkt u mee. Ja, meneer Noorjan, welkom in gesprek met. In mijn intro heb ik het gehad. We gaan praten met een jonge ondernemer die reeds al 10 jaar bestaat. Dus we gaan het een beetje hebben over Bit Dynamics. Wat is Bit Dynamics precies? Goeiedag, Sivra. Dankjewel voor deze opportunity. En ja, 10 jaar Bit Dynamics. Bit Dynamics is een Surinaams bedrijf die gefocust is op het ontwikkelen van websites en webapplicaties en andere creatieve software toepassingen. Dat is eigenlijk de visie waarmee we 10 jaar terug zijn begonnen. En daar hebben we dus consistent aan gewerkt om uiteindelijk toch zo ver te kunnen komen. We zijn eigenlijk begonnen zonder een concreet of een gedetailleerd plan, maar meer met een visie om het gezicht van het internet in Suriname te helpen veranderen. En als ik nu kijk in de situatie waarin we zitten, de COVID-19 situatie, wil dat zeggen dat jullie meer werk hebben gekregen? Want de meeste mensen moeten heel veel op afstand doen. En hebben jullie meer werk kunnen krijgen door meer websites te bouwen? Vooral voor startende ondernemers? Het is altijd een beetje educator geweest van onze klanten, maar COVID-19 heeft gemaakt dat mensen iets bewuster zijn geworden van het hebben van een online presence. Dus het hebben van een website of een webshop. En dat heeft inderdaad wat meer aanvragen naar binnen gebracht. En we merken ook dus dat we deze aanvragen toch wel willen blijven behouden. Vandaar dat we ook veel meer in beeld komen voor onszelf op social media. En we proberen onze diensten zo ook meer te promoten. Dus we doen los van websites, webshops, doen we tegenwoordig ook het onderhoud van websites. Want mensen vergeten dat wanneer je iets gebouwd hebt, je het ook moet onderhouden. En dat doen we lokaal. En eind vorig jaar zijn we ook begonnen op Curaçao en Aruba. En we hopen hiermee ook onze diensten naar het buitenland uit te breiden. Mensen zullen zich afvragen, waarom moet ik nou een website hebben? Waarom zou ik een website moeten bouwen? Misschien kan je als kijkers het belang van een website of je presence op internet positief verder belichten. Ik zeg het altijd, die internet presence is belangrijk. Wanneer men naar je zoekt, moet men je vinden. Het hoeft niet per se een website te zijn. Natuurlijk zijn er 3 belangrijke dingen die ik altijd promoot. Wie ben je? Wat doe je en hoe kan men jou bereiken? Dat zijn de 3 basisdingen. En daaromheen proberen we dus ook systemen te bouwen die eigenlijk jouw verkoop of jouw verkoop van producten kan supporten in de vorm van informatievoorziening, maar ook in de vorm van interactieve diensten zoals het bestellen van je producten en tegenwoordig ook het betalen daarvan. Dus daar zijn we de afgelopen 2 jaar vooral op gaan focussen. Ik neem aan, als een directeur van Bit Dynamics doe je dit niet alleen. Je hebt een gedreven team achter je, waar wij vandaag ook mee kennis gaan maken, doordat de mensen ook weten van, niet alleen mensen zou zeggen, ach, zo'n young boy, daarom gebouwd aan Gimme. Dus er zijn ook andere mensen die jou daarbij assisteren. Als je de mensen alvast een kleine toeloop kan geven, wie ze nog gaan zien in deze aflevering van In Gesprek met in verband met 10 jaar Bit Dynamics? 10 jaar bereik je niet zomaar. En we willen ook nog 10 jaar en langer verder gaan. Onze visie is nu vooral om diensten vanuit Suriname aan de wereld te leveren. En je kan dat sowieso niet zonder je team. En mijn team is het belangrijkste eigenlijk. De belangrijkste resources in onze business is human capital. En jullie gaan nog kennis maken met de stomvoetes van ons, Dwight, Zacharias, die waren er vrijwel vanaf het begin. En ook nog een van de jongeren. En dat is meer om te bewijzen dat de jongeren die we in Suriname hebben, enorm veel potentie hebben om eigenlijk hier bedrijven te transformeren, om te automatiseren. Maar dat kan evengoed ook in het buitenland.
Maar ja, dat gaan jullie van hun horen. Dan gaan we even een kijkje nemen bij Dwight en Zacharias. We staan nu op een andere locatie met een leuke fotowall. Net als meneer Noorjan gaf het aan, de stoomfoto's. Ik zie een paar van ze. Een van ze zie ik hier, meneer Zacharias Samad. Om een beetje los te komen erin, daar houden we ervan om onze kijkers van op de hoogte te stellen met wie we allemaal praten. Dus we beginnen. Wie is Zacharias Samad precies? Zacharias Samad is gestart bij Bit Dynamics als webdeveloper. Ik zit nu bij de sales afdeling en hou me voornamelijk bezig met het maken van offertes en het versturen van facturen naar de klanten toe. Okay. Wat betekent dit ook om 10 jaar bij Dynamics mee te kunnen maken en wat was jouw proces vanaf het begin naar nu toe? Ja, dus 10 jaar bij Dynamics. Ik heb eigenlijk van alles meegemaakt. In die zin ups en downs. In alle processen heb ik dus deelgenomen. Ik ben gestart als, zoals ik eerder zei, als webdeveloper. Nu zit ik bij de salesafdeling. Oké, dan vertel even, wat doet nou een sales associate van een webdevelopersbedrijf, om het zo te zeggen? Hoe zien jouw taken precies eruit? Omdat ik ook ervaring heb met het bouwen van websites en zo'n beetje applicaties, dan is het eigenlijk makkelijk voor mij om de klanten te begeleiden in het proces als ze een website willen hebben of ook applicaties, omdat ik ook, ik heb technische bagage voor het bouwen van websites en webapplicaties. Dus het is makkelijker om een klant te begeleiden. Heb jij dan ook zelf mensen, als je ooit eens met mensen hebt gesproken, om ze daarbij ook te adviseren van het is ook een goed idee om een website te hebben of tenminste een applicatie te hebben om je business beter zichtbaar te maken in het werk dat je nu doet? Ja, dus sowieso geef ik adviezen aan klanten. Omdat voor Bit Dynamics had ik eigenlijk ook al een paar jaar ervaring met het bouwen van een website. Dus sowieso geef ik de klant adviezen en bij het proces eigenlijk hoe het beter is en hoe je website er beter uit kan zien en hoe je je business beter kan draaien. Aangezien jij bij de salesafdeling bent, waarom zou je voor Bit Dynamics moeten kiezen? Want de exposure is ook belangrijk, want er zijn verschillende bedrijven die websites bouwen. Exposure is ook belangrijk. Waarom zou men naar jouw eigen inziens voor Bit Dynamics moeten kiezen? Aangezien onze expertise, we zitten al, zoals ik ook eerder zei, we zitten ook al, ik ben voorheen ook al in de techniek geweest. En dan, we hebben al langer dan 10 jaar ervaring in het bouwen van websites. 10 jaar terug waren we misschien gestart, niet in de media gekomen. Maar dus als je kijkt naar de afgelopen 3 tot 5 jaar hebben we onze promo gemaakt door meer in de media te komen door middel van social media. Door wekelijks of maandelijks iets te posten. Ja, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Hoe is eigenlijk jullie eigen exposure, jullie footprint op het internet zelf? Kan men jullie makkelijk opzoeken, Google? Ja, dus als je googelt naar bijvoorbeeld webdevelopment in Suriname, dan vind je ons wel makkelijk door de jaren heen, door die promotie door de jaren heen, kun je ons wel makkelijk vinden op social media en op het internet natuurlijk. Oké. Mijn kijkers gaan me kwalijk nemen als ik dit niet vraag. Wat is het minimaal bedrag voor het bouwen van een website? Aangezien je bij de salesafdeling bent, je bent verantwoordelijk voor offertes. En dat is ook een van de belangrijkste vragen. Wat gaat het me kosten? Ja, dus dat is ook een van de vragen die als een klant bijvoorbeeld belt of mailt, vragen ze ook gelijk van wat zal het me kosten? Dus we starten met een one-pager, dat is eigenlijk de minimale die een klant kan hebben.
En dat kost $300. Oké. En dan als er mensen zijn die diepgaandere, meer informatie op hun website willen hebben, dan gaan jullie ook kijken aan de hand van wat zij op hun pagina willen hebben. Zo gaan jullie dan een prijs calculeren? Ja, dus als de klant meer wilt hebben of dus aan de hand van de klant zijn eisen, dan plan ik meestal een gesprek voor technische requirements. Uh-huh. Dan maak ik zo'n offerte voor zo'n klant op. Oké, helemaal. Dankjewel, meneer Samad. En dan, heb ik begrepen dat ik nog een tourstop heb bij de lead developer. En dat is dan meneer Dwight. Thank you. Ja, we zijn nu bij onze volgende stop. Ik heb begrepen, de lead developer is niemand minder dan de heer Dwight Ali Darso. Ook bij u dezelfde vraag, wie is Dwight Ali Darso? Ja, ik ben Dwight Ali Darso. En ik ben werkzaam bij Bit Dynamics als lead developer. Dat wil zeggen dat ik me meer bezig hou met het bouwen van websites. Okay. En een beetje alles daaromheen. Wat betekent dit voor jou als een van, want meneer Noorjan heeft jou en meneer Samad als stoomvoetus aangemerkt. Wat betekent dit om deze tweede lustrum, tweede mijlpaal om het zo te noemen, te kunnen bereiken 10 jaar Bit Dynamics? Het betekent veel, want het is natuurlijk een mijlpaal. Behalve ons werk hebben we ons ook bijgedragen aan ontwikkelen van jongeren. Die ook hier werkzaam zijn geweest of voor hun stage hier moesten zijn. En we hebben ze dan kennis, praktijkervaring aangeleerd. En dat doet toch wat. En behalve de lead developer, wat doe je allemaal nog meer? Behalve het bouwen van websites en het developen, ben ik ook bezig intern met onze medewerkers, het coachen van ze, het trainen daarvan. En ook bezig zijn met klanten en ook klanten die bij onze websites hebben laten maken. Daar ondersteun ik ook, het support geven aan ze en ook training. Dus met andere woorden kan men de heer Dwight Ali Darso zien als hun back-office support achter hun website dus. Ja, ik ben een van de mensen, ja, maar natuurlijk hebben we het hele team daarachter. Als je moet zitten, als je moet nadenken, internet bestaat al, als ik me niet vergis, zo pakweg ruim 25 jaar. Er komen altijd nieuwe dingetjes bij, nieuwe technieken. Proberen jullie ook bij de tijd te blijven wanneer jullie websites bouwen? Ja, natuurlijk. Dit is techniek en onze techniek gaat heel snel. Dus we proberen bij te blijven. Soms wordt het ook vereist van de klant. Dus we zijn echt elke dag op zoek naar nieuwe technieken. Maar behalve nieuwe technieken ook wat werkt voor ons binnen het bedrijf. Dus bijvoorbeeld als een website een nieuwe CMS moet krijgen, bijvoorbeeld WordPress in plaats van Joomla. Dan gaan we dan overstappen. Okay. Dus zo zijn we elke dag bezig met nieuwe dingen, wat we kunnen gebruiken. Als ik nou als klant, want net als wat meneer Samad uitlegde, hij is degene die sales doet, hij geeft uitleg hoe, wat, waar. Ik heb besloten mijn website te laten bouwen door Bit Dynamics. Hoe ziet verder ook de begeleiding eruit? Helpen jullie de klant met bijvoorbeeld foto's maken voor hun content? Geven jullie ze ook aan hoe hun content management eruit moet zien? Dus geef even een beeld hoe het proces een beetje eruit ziet. Ja, dus als het gaat om content. Wij hebben nu een vaste content management systeem. We werken meer met WordPress. Dus we begeleiden de klant ook meer om dat te gebruiken. En voor andere dingen zoals tekst en foto's, dat is eigenlijk niet onze core business, maar we helpen de klanten wel ook aan hun content, hoe ze betere teksten of foto's kunnen krijgen.
Maar toch, je zegt het is niet jullie core business, maar als een klant bij wijze van spreken vraagt van wat voor ideetjes hebben jullie om, laten we zeggen, welke header kan ik plaatsen als iets dat direct oppopt. Ik denk dat dat wel ook erin moet zitten. Ja, dus qua design kunnen we dat wel gelijk, maar soms zijn het inhoudelijke dingen van het bedrijf. En dan verwijzen we het ook naar een andere externe organisatie die het schrijven van teksten wat makkelijker maakt. Oké. Ik denk heel hartelijk dank, meneer Ali Darjo. Ik heb mijn volgende stop is hier Chiffon, heb ik begrepen. Dank je wel voor de info. En alsnog de felicitaties met 10 jaar bij Dynamics. Dank je wel ook voor het komen. En mijn volgende stop is een Shivan Bhagwandin, ook welkom in gesprek met. En ik heb begrepen, met jou moet ik het hebben over de webapplicaties gedeelte. Misschien kan je de kijkers een beetje uitleggen wat betekent het precies om applicaties te hebben, een webapplicatie en waaruit bestaat het werk allemaal? Nou, kijk, een webapplicatie is eigenlijk onderdeel van het geheel. Het geheel is eigenlijk automatiseren. De meeste productiebedrijven werken met webapplicaties om hun systeem te automatiseren, om rapportages te kunnen maken. En het vergemakkelijkt hun werk. Qua details kunnen we dan beter daaruit halen. Dus dat is in feite wat webapplicaties betreft. Net als wat je zegt, het zijn wat de meeste bedrijven gebruiken. Levert het dan ook een bijdrage aan de manier waarop productiebedrijven naar buiten willen komen? Webapplicaties althans? Webapplicaties maakt hun werk eigenlijk makkelijk om een track te houden van wat ze allemaal eigenlijk doen in het bedrijf. Want als alles losgegooid is, apart gezet kunnen kan je het eigenlijk niet achterhalen hoe het eigenlijk in elkaar zit en wat de resultaten zijn. Ik ben een beetje achterstevoren met jou begonnen. Ik heb jou niet eens gevraagd wie je bent. Precies. Maar dan ga ik daarbij. Wie is Shivan Bhagwandin precies? Ik ben webdeveloper bij BitDynamics en een software student. Dus dit is eigenlijk wat ik doe. Bouwen van webapplicaties hier. BitDynamics. Als een van de jongeren, is het moeilijk om dit aan te leren? Misschien is ons Surinaams platform wel een beetje schaars. Het biedt niet heel veel, maar ik weet wel dat wij jongeren heel veel potentie hebben om het te bereiken, om ontwikkeling te brengen. Het kan ook zijn dat ons idee misschien niet werkbaar is op bepaalde gebieden. Maar er is altijd kans. We moeten alle kansen benutten om het te realiseren. Hoe ben jij eigenlijk erin gerold? Men zegt altijd erin gerold, maar had je altijd interesse om webapplicaties te bouwen? Eerst was het eigenlijk websites. Ik dacht van, ieder heeft momenteel een website. De meeste bedrijven hebben een website momenteel. Dus het was ook interessant om te zien hoe websites gemaakt worden. En het is een business. Maar toen heb ik kennis gemaakt met webapplicaties, het automatiseren ervan, klantenwensen in elkaar brengen. Dus zodoende ben ik begonnen met webapplicaties. En het is een interessant vak, vandaar webapplicaties, yes. Als ik dan ook zo naar je luister, is het dan ook een zie jij het ook als core business? Als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, over 10 jaar waar je zelf ziet om te denken van, je wilt toch nog in de IT-business blijven of ga je het afweken of blijf je toch erin? Ik zou wel in de IT-business willen blijven. Zoals we weten dat IT bijna overal momenteel is. En Suriname is een land dat nog heel veel ontwikkeling nodig heeft. Suriname is niet waar het nog moet zijn. Dus de IT heeft veel te bieden. Dus ik zou wel blijven. Heel hartelijk dank, meneer Bhagwandin. Laten we hopen dat de manier als bekijkers, de iets oudere generatie en ook de jongere generatie dit ziet,
ook wat inspiratie uit jou kunnen nemen. Yes, hoop ik ook. Thank you. Meneer Nurjan, ik ga dit gedeelte afsluiten met u. Ik heb kennis mogen maken met uw team, jong en dynamisch. Even jong en dynamisch als 10 jaar bij Dynamics. Heel goed om te weten dat er toch nog heel wat jonge mensen zijn die Suriname beter in de IT-wereld, vooral want hoe je draait of keert, technologie is niet weg te denken in de wereld. Maar tot slot, waar ziet u Bit Dynamics in de toekomst? Of hoe ziet de toekomst eruit voor Bit Dynamics? Ja, interessante vraag. Ik zie me altijd voor een nieuwe uitdaging. En ik voel me altijd weer aan het begin van een nieuwe fase. Zodat je eigenlijk constant bezig bent met die groei. En waar we 10 jaar terug dachten, we gaan een bijdrage leveren aan internet gebeuren in Suriname, willen we nu kijken naar de wereld. We willen kijken wat we kunnen doen vanuit Suriname naar de wereld toe. En dat is waar we gaan werken. Ik kan niet in te veel details gaan, want je kan verrast worden met allerlei scenario's. Maar het uiteindelijk doel is om diensten vanuit Suriname aan de wereld te leveren. Dat is waar we naartoe gaan. Heel mooi. Hartelijk dank en alsnog de hartelijke felicitaties met 10 jaar bij Dynamic. Hartelijk dank aan u en uw heel team. Dankjewel. En kijkers, met niet al te veel toekomstplannen van meneer Simon Nurjan zijn we aan het eind gekomen van dit tweede deel en ook van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag je Rosita Leeflang in een gesprek met Marshall Pinas. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is vanavond op 12.2. Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.